Het Nationaal Informatieinstituut heeft inmiddels dit programma in samenwerking met de ministeries van het kabinet Bouterse-Adien het gehele jaar door geïnformeerd. Vakministeries hebben in elke aflevering de gelegenheid benut om informatie naar de samenleving te brengen. Aan het eind van dit jaar brengen wij u in meerdere afleveringen een compilatie van de aan u verstrekte informatie in 2018. Gaarne uw aandacht voor de eerste aflevering. In het kader van de naturalisatie van een 535-tal nieuwe Surinaamse burgers heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een ceremonie ter uitreiking van het certificaat van Surinamerschap georganiseerd. Vanaf 2013 heeft het ministerie getracht om dit belangrijk moment voor de nieuwe staatsburgers tot een bijzonder moment te maken, waarbij de genodigden los van het certificaat ook nog een aantal andere documenten meekregen. In deze groep zitten er ook een aantal echtparen vertegenwoordigd. U heeft uw oud nationaliteitschap verruild voor de nieuwe, en dat is dan de Surinaamse. En wij zijn u ook heel erg, willen u hartelijk welkom heten nogmaals. U heeft enkele jaren hier gewoond, u heeft uw leven opgebouwd, u heeft een gezin gesticht en eindresultaat met de Surinaamse nationaliteit. En we hebben u nu hier als Surinaamse burger, waarbij wij u ook aangeven dat er een behoorlijke bijdrage van u wordt verwacht. En vooral in de economische ontwikkeling van het land. Het lied, het volkslied dat wij kennen, God zij met ons Suriname. God is ook met u. Vanaf vandaag bent u als waardige Surinamer. En nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid dat u gevolg heeft gegeven aan deze oproep om hier allen aanwezig te zijn. En als wederom de felicitaties. Een aantal ministeries zijn belast met het algehele proces van naturalisatie. Het is een nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Politie. De aanwezigen werden ook toegesproken door mevrouw Redan, directeur operationele diensten van laatgenoemd ministerie. Zij wees erop dat los van alle verkregen rechten er ook plichten gekoppeld zijn aan het staatsburgerschap. Maar bij het Surinaams staatsburgerschap horen er rechten en plichten. Je weet, als de ministerie van Justitie en Politie praat, dan praten we direct over rechten, maar ook over plichten. Om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land. Dames en heren, u heeft ervoor gekozen om uw geboorteland te verlaten, wat ook de reden mag zijn om Surinamer te worden, omdat u van dit land houdt. Laat de liefde van dit land tot uiting komen in uw dagelijkse leven. Wij Surinamers staan voor saamhorigheid, verdraagzaamheid en respect naar elkaar toe. Laat dat ook blijken. Laat het niet alleen een papiertje zijn wanneer u vandaag dat krijgt, maar laat het gevoel van verbondenheid zijn, dat je verbonden voelt met Suriname. Met de keuze voor Suriname zegt u: ik wil erbij horen. U wil meedoen aan de nieuwe, aan de Surinaamse samenleving en u wil uw leven hier in dit land opbouwen. Ik verwijs naar een van onze regels van het volkslied. Wans opé, tatakomopo, wie musetti kondreboom. Dus het maakt niet uit waar u komt of waar van onze voorouders komen. Wij allen zullen Suriname moeten opbouwen. De agrarische sector is een veelbelovende sector voor de toekomst van Suriname.
Dit is wederom bewezen met de proeven die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, verricht heeft met hooglandrijse papatam in het district Marowijne. Het ministerie van LVV bracht samen met een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de residerende ambassadeur van Brazilië een bezoek aan de hooglanddemonstratieplots in Papatam, waar diverse variëteiten hooglandrijs worden geteeld. We hebben gezegd van hooglandrijs is belangrijk. Het wordt geconsumeerd door onze Surinamers, onze broeders, vooral in verschillende districten, verschillende dorpen. Wat wij willen doen, de variëteiten die vandaag op de dag daar wordt geteeld, dat verder te stimuleren, want het zijn landrassen. Daarnaast ook andere variëteiten die eigenlijk een betere productie hebben, hogere resistentiegraad hebben en betere kwaliteit. Vooral op het gebied van organisch landbouw. Wanneer je dat gaat stimuleren, betekent 1. Ze hebben veilig voedsel. 2. Ze zijn niet afhankelijk van aanschaffen van rijst van andere plaatsen. 3. Wanneer ze de hoeveelheid kunnen produceren, dan verwijs ik naar containers geweest, dat ze ook dat kunnen exporteren. Een simpel voorbeeld, een kilogram rijst normaal die $43 zou verkocht worden wanneer je organisch doet, kan je in bepaalde landen zeker $3 per kilo krijgen. Met als gevolg dus wanneer je dat gaat extrapoleren, $3000 per ton. Dus wat wij willen doen, voedselzekerheid voor onze mensen in verschillende gebieden met hooglandrijst, dat ze beter hun grond benutten. 3. Met een rotatiesysteem. 4. Met een goede trainingssysteem. Dat ze dan op een duurzame manier dat kunnen gaan doen en met als gevolg uiteindelijk dat ze betere inkomsten kunnen hebben. Voedselzekerheid garanderen en hierdoor verder dan hun areaal uitbreiden. De proeven met hooglandrijst maken deel uit van de uitvoering van het trilateraal project tussen Suriname, Brazilië en Nieuw-Zeeland. Support to the improvement of the upland rice cultivation in Suriname. Well, the first benefit is the exchange of experience. We learn from what we do here, and of course you learn with our expertise. We have also some similar areas in Brazil, like for instance in the Maranhão state, or we have highland areas for rice as well. And we also have the possibility of seeing how our varieties of rice are produced here. And not to our surprise, on the contrary, just to confirm that the varieties of rice, emerald and sertanejo that you can see right there at the end produce much more than the normal varieties that you have been producing here in Suriname. So again, that's what I say. The cooperation, the technical cooperation that we bring to Suriname brings exchange of knowledge between us so that we can also benefit from what we see here, from what we plant here, from what we study here, but also to see that smallholder farmers can benefit from this production. Na ongeveer 3 maanden te zien dat je al kan oogsten, dat betekent veel. Dus als de mensen, economisch betekent dat heel veel. Als de mensen willen planten, betekent het dat na drie maanden dat je al kan ontvangen, indien alles in orde is. Dus het heeft meer waarde in feite voor de gemeenschap? Helemaal werkgelegenheid scheppen voor de mensen. En ik heb vernomen dat er heel veel vraag is voor wat biologisch rijst betreft. En dus het heeft meerwaarde. De meerwaarde van dit, de lokale bevolking heeft me hier gezegd, dus die lokale gemeenschap hier, de mensen hier van de lokale gemeenschappen, hebben me gezegd ze willen organisch telen. Omdat de prijs naar Sint-Lola voor organische rijst veel hoger is. Ze kunnen het goed verkopen. Het is goed voor hun bron van inkomsten. Want de vraag naar organische producten is heel groot. Dus dan hebben ze ons gevraagd, maar er komt een training over organische rijst. Wanneer praten we over organische planten? Dat we geen kunstmeststoffen gebruiken. We praten over organische landbouw als we geen kunstmeststoffen en chemicaliën gebruiken. Maar er wordt wel gebruikt hier? Ja, dus hier hebben we gewoon gebruik gemaakt van kunstmest. En daarom willen we ook hun leren hoe ze organisch kunnen telen. Het project wordt gefinancierd door Nieuw-Zeeland en waar nodig komen Brazilië en Suriname in.
De hoofdtaak van Brazilië is het inkomen met agrarische expertise en technische assistentie. Nou, wat ik kan aangeven, dat vooral mijn volk, geheel Suriname, dat productie en de verwijzing naar de agrarische sector is de toekomst van Suriname. Dit is een van die bewijzen, waar dan van 900 kilogram per hectare de productie is gestegen naar 3000 kilogram per hectare. Dus dat kan wel en organisch. Laten we gezamenlijk bundelen als Surinamers en richten op de productie zodat ons land verder ontwikkeld kan worden. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, en de Suriname Conservation Foundation, SCF, hebben een financieringsovereenkomst met betrekking tot het kustvogelproject ondertekend. De bedoeling van dit project is om de educatie voor de gemeenschap op te voeren omtrent de aanpak van het probleem van de bedreigde kustvogels. Het kustvogelproject bij ons in Suriname. U weet er zijn hoeveel vogels voor in ons kustgebied. En de meeste van ze zijn beschermd. Maar op het ogenblik zijn de vogels bedreigd door menselijk handelen natuurlijk. En omdat wij dus de equipment niet hebben om de controle optimaal uit te voeren, hebben we dus het Suriname Conservation Foundation gevraagd om assistentie daarvoor. U weet, we hebben jachtopzieners in dienst en die gaan dan in het gebied. Maar er komen hier jaarlijks ook birdwatchers die naar de vogels komen kijken en dat soort zaken. We hebben dus ook veel natuurtoerisme, maar er zijn ook jagers in het gebied. Die vinden de vogels lekker, vooral de rode ibis heb ik begrepen, dat is heel lekker. En dan gaat men erop jagen. Maar u begrijpt, als er te veel wordt gejaagd op die beesten terwijl het beschermd is, dan wordt het uitgeroeid. En we merken nu al dat er veel minder vogels zijn in ons kust dan voorheen. Jong geleerd is oud gedaan. En als we de jeugd bewust maken van de bescherming van onze kustvogels en ook onze natuur, dat gaat doorwerken. En zij nemen het mee en dat gaat dan maken dat ook de ouderen dat van ze overnemen en als zij volwassen worden, dan zijn zij al ingeleefd in de materie. En ik denk dat wij de jeugd meekrijgen, dat al een hele grote stap is in de goede richting. Het ministerie zal door de Conservation Foundation bijgestaan worden om een stukje bewustwording op gang te brengen. Daar RGB de taak heeft om bij te dragen aan de natuurbescherming. De vogels voor de kust, waaronder de rode ibis, worden bedreigd door menselijk handelen. Het Digipan-gebied is een plek waar onder meer deze vogel gevaar loopt. Omdat het ministerie reeds geconstateerd heeft dat het aantal beschermde vogels aan het afnemen is, is het noodzakelijk om via controle en voorlichting hierin verandering te brengen. De reden waarom de Suriname Conservation Foundation ervoor gekozen heeft om dit project te financieren, is vanwege het feit dat kustvogels deel uitmaken van onze biodiversiteit. We weten dat ze een belangrijke rol spelen wanneer het gaat om migreren van het ene gebied naar het andere gebied. Ze zijn niet alleen mooi voor het oog, maar ze hebben natuurlijk hun functies binnen de natuur. En omdat dat zo is en de doelstelling van het fonds is om de biodiversiteit te beschermen, heeft natuurlijk het fonds besloten om het ministerie hierin reeds een aantal jaren geleden vanwege de eerste fase te ondersteunen. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 250.000 SND. U weet dat geld nooit voldoende zal zijn, maar waar het om gaat is dat je altijd een aanvang maakt en dat je de meest belangrijke dingen, de zaken die prioriteit verdienen, dat je die natuurlijk als eerst gaat uitvoeren. Ik zei al, dit is een fase 2 van het project. Er is al een eerste fase geweest. Deze fase gaat zich richten, zoals de minister reeds had aangegeven, op de controle van de rode ibissen, maar natuurlijk ook andere kustvogels. Maar niet alleen de controle, ook de bewustwording van de samenleving. We weten dat er mensen zijn die inderdaad
dit soort vogels consumeren. Maar wat wij willen doen als organisatie is dat ontmoedigen. Omdat je natuurlijk een inbalans brengt wanneer je dit soort vogels als gerecht. De overeenkomst die getekend is, betreft de tweede fase van het project dat 3 jaar in beslag zal nemen. SCF wil samen met het ministerie van RGB de samenleving ontmoedigen om langer op deze vogels te jagen. De financieringsovereenkomst behelst een bedrag van ruim SRD 250.000. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie houdt in het kader van de landelijke ordening van het openbaar vervoer een herregistratie van de particuliere lijnbussen. We zijn begonnen met de herregistratie, omdat gebleken is dat we tenminste 1 valse vergunning hebben ontdekt. Mensen rijden met vervallen vergunningen, anderen rijden met briefjes. En het ligt in de bedoeling dat er iedereen met een busvergunning rijdt die geldig is. En als mensen rijden, als je ontdekt dat je dus iemand hebt die rijdt met een valse vergunning, dan ben je gewoon genoeg te denken van, is dat wel de enige? Dus de zaak is wel voorgegaan naar de rechter. En betrokkenen moest dan de subsidie die hij gedurende die periode heeft ontvangen, moest hij terugstorten. Dat was de eis van de rechter. En op grond daarvan is er 30.000 aan subsidie teruggestort door deze vergunninghouder. Naast de valse documenten blijkt dat administratief niet alles van de particuliere lijnbushoudersorganisatie, PLO, klopt. Deze zijn belast met de uitbetaling van subsidies aan de bushouders. Daarnaast is ook gebleken dat het bestand, het totaalbestand dat ik kreeg van het openbaar vervoer, niet klopte met het bestand van PLO waar er uitbetaald wordt. Dan heb je een probleem. Dus in het kader daarvan hebben we gedacht, weet je wat, laten we dan een herregistratie houden, waardoor we dus alle dossiers in orde maken en dan verder overgaan tot de orde van de dag. Voor een herregistratie moeten de bushouders en of buschauffeurs die nodige documenten meenemen. Kopie van het rijbewijs, kopie van je kopie en origineel verzekering, kopie origineel keuring, kopie en origineel vergunning, geldige vergunning. Sommige mensen, laat me ervan zeggen, sommige mensen hebben nog strookjes waarmee ze rijden. Dat is totaal verboden. Maar al die bushouders moeten zich hier aanmelden. Dan kunnen we kijken waaraan het ligt dat betrokkenen nog geen beschikking heeft. En dat wordt onmiddellijk gemaakt. Zo'n bushouder wordt niet teruggestuurd. Wij hebben een lijst dat wij dus aanleggen van al de mensen die dus met een voorlopig bewijs rijden. Want voorheen kon men rijden met een bewijs van openbaar vervoer. Dat heb ik gelijk gestopt, omdat het een chaos is. Iedereen rijdt met een formulier en anderen rijden met een beschikking. Het is in de wet aangegeven dat je met een busvergunning moet rijden. Deze herregistratie is aan een bepaalde periode verbonden. Belangrijk te vermelden is dat er geen sprake zal zijn van een andere periode voor herregistratie. Deze registratie is tot en met 7 juni. We hebben dus voor elk traject een bepaalde dag uitgegeven. En het gaat ook alfabetisch, waardoor je dus die drukte niet gelijk in 1 keer hebt aan het loket. En verder heb ik nu ook, kijk, er is nog een kleine drukte. En daarom spelen we. Er zitten nog 2 medewerkers bij, waardoor mensen snel geholpen kunnen worden. Want het moet niet zo zijn dat de buschauffeurs hier een halve dag komen werken, komen staan. Het is niet de bedoeling. Het zijn ondernemers. Ze moeten hun geld verdienen, ze moeten hun gezin verzorgen. Dus wij zeggen van, weet je wat, we zetten extra mensen in, zodat dienstverlening vlotter verloopt. Dus zoals u daarnet zag, wordt alles direct ingevoerd. Dat wordt die lijst wordt meegenomen naar openbaar vervoer. Hetzelfde team dat hier bezig is, we gaan geen andere mensen nemen, maar dat team dat nu bezig is, die gaat dan alle dossiers doorlichten. Kijken of alles klopt zoals aangegeven. Dat is het nadruk op dit moment.